Zo, mensen, een hele goede morgen. Dit is een video die ik niet zelf had verwacht om te maken. Maar ik wil gewoon wat meer met YouTube doen, meer video's maken. En mensen zijn ook van, ja, doe wat meer van wat je dagelijks doet. Dus ja, eigenlijk wel een soort van ja, vlogachtig. Zo, ik ben maar net even mijn bed uitgekomen, want het is echt super lekker weer. Het is nu 9 uur. Om 10 uur kunnen we de motor ophalen. Maar ja, ik zat even het filmpje terug te kijken van mijn bed. En het was echt eigenlijk betreurend. Hoe ik erbij lag. Oh, ik ben zo geen vlogger, maar ja, iedereen moet het leren, denk ik. Maar ik wou nog maar zeggen, ik heb hier nog, die zijn helemaal verstofd geraakt ondertussen. Hier fucking zieke voetsteunen, die komen op de KTM. Ik heb hier een rem, een voetrem voor de achterrem. Ik heb ook nog in de schuur nog een standaard liggen. En ik heb in de schuur ook nog wat. Ik had nog wat. Ik had nog wat, maar ik ben het vergeten. Nou, boeien. Ik ga nu wel echt serieus me aankleden en dan zien jullie mij terug op de motor. Zo jongens, daar is hij weer. Ik dacht 2 weken. Het werd gelukkig 2 dagen. Echt heel tof gedaan. Nogmaals, motorsport aan te danken. We gaan lekker een stukje rijden nu. Dus laten we even een mooi plekje opzoeken. We zullen even lekker een klein stukje gaan rijden. Ik heb mijn vering aangepast en hij is echt een stuk beter nu. Maar de stotter is ook helemaal weg. Dat is echt fantastisch. Ik geniet hiervan. Ik ga even kijken of ik de uurstand even snel kan zien. Ja, nee, hij was even. Oké, okay. 396 uur. Dat betekent dat we bij de, nou laten we zeggen, 460 uur. Ongeveer gaan we weer wissen. Ja, mensen, soms 30 uur, soms 80 uur, soms 40 uur, weet je, het verschilt heel erg. Nou, komt even een dikke video aan hoor. Zo mensen, we zijn thuis aangekomen. Veilig, heel, zonder ongelukje. Dit ding rijdt echt insane. Het is echt niet normaal. Maar er is één ding wat ik niet zo chill vind. En dat is dat ik hier toch echt. Ja, jullie zien het misschien net wel. Ja, hier. Echt gewoon een soort van olie. En het komt vanuit mijn koppeling. Ja, hier kijk. Het is helemaal vies. Dus ja, geen idee wat dat is. Het lekt wel heel erg. Het is van de koppeling. Dus het is natuurlijk allemaal hydraulisch van mij. Ik heb hydraulische koppeling, voorrem, achterrem. Dat is best wel logisch eigenlijk. Maar wat niet logisch is, is dat dat lekt. Dus ik moet maar eens even gaan uitzoeken waar de fuck het vandaan komt. Want het is echt, het is hieronder ook helemaal volgelopen. Ja, ik weet, het komt hieronder ergens vandaan. Vloggen, hè? Dat is echt raar. Hallo. 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 Ik had heel veel berichten gekregen over mijn smart carb, over hoe duur die was. Nou kost dat mij in totaal 990 euro samen met de carburateur, de Oranje Floatbol die extra veel geld waard was. En de, of nee, de bezorgkosten, want ja, het kwam uit Amerika. En dat is dus 999 euro. En dan heb ik hier nog een mooie brief. Kan je dit überhaupt zien? Ik weet niet of je het kan zien. Ja hoor, dat kun je zien. 204 euro importbelasting. Helemaal gek geworden, maar dan hebben jullie het even het bewijs. Geloof me nou niet. Loser. Alrighty, alrighty, alrighty.
natuurlijk. Even een beetje uit de weg. Het is niet leuk om te rijden als we allemaal auto's rijden. Ik zag het al gebeuren. Godverdomme. Maar ben je hard gevallen of niet? Nee. Ik heb het lees van film, toch? Gaat jou, hè? Ja. Oké, mooi. Ja, ik reageerde van het draad. Maar ja, ik dacht. Nou. Waar ging hij nou op rem? Je kon niet heel. Ja, weet ik niet. Hij remde gewoon. Ja, maar hier moet je niet zorgen om maken, ouwe. Ja, er viel wel wat shit uit. Ja. Maar waar? Ik zie ook nergens dat hij lekt of zo. Maar gaat hij wel met je? Ik heb helemaal niks. Ja, even een beetje schaafhoedje. Ja, oké, okay, nee, ja, dat is mooi. Ik denk, oh godverdomme, daar gaat-ie, jongen. Ja, nou, je had gelijk eerst 3 maanden. Nou, is het eerst 3 maanden? Misschien net. Nee, ik zei eerst een halfjaars, toch? Oh ja, nou ja. Maar. Niet dat ik het wil, maar het gebeurt bij iedere rijder. Ja, en geloof me. Ik kijk heel even om ineens dat die auto vol op de rem. Dus ja, dat had ik echt niet verwacht. Nou, altijd op blijven letten voor je, dat is echt belangrijk. Toch niet die kant op gaan. En een mokkie. Ja, stel je voor, ik ben altijd op mijn plaats, dan krijg ik gelijk een mok. Nou. Dan moet je gewoon zeggen dat je heel zielig bent. Ja, ik ga het gewoon. Weet je wat we doen? Als we aangehouden door de politie, dan gaan we zeggen van ja, meneer, goed dat u spreken. We hebben hier content dat een of andere rijder mij breakcheckt. Dan gaan we het verhaal omdraaien. Zou je schrikken? Als ik op je hand wel, ik doe waaah. Ring ring. Hey. Yo! Ik dacht bij mezelf, ik rijd toch van tuin naar huis. Ik dacht, ga ik Fabio blij maken? Nee, dus ik ben toch gekomen. Dat zijn nieuwe motorschoenen. Bro, we hebben allebei dezelfde. Echt? Ik heb TCX's ook. Ja, ik heb deze dus ook net. Ik heb fluweel zwart. Ja, die vind ik ook schiet. Maar deze, ja, ik heb deze gehad omdat ze Gore-Tex hebben, dus ze zijn echt volledig waterdicht. Oh. Wow. Flikker op, jongen. Hey, bro.
Sorry. Je weet hoeveel lenzen waard zijn. We gaan een stukje rijden. En dan gaan we een dikke shoot doen. Met de motor. En mij, want dat hebben we nog niet echt gedaan. Dus er komen een paar hele dikke foto's aan. De foto's zijn heel dik geworden. We hebben gewoon even, ja, doen we wel vaak. Gaan we een paar foto's maken. Met Fabian. En we doen allebei foto's en filmen en zo. Alleen ik kan geen foto's van mezelf maken. Maar ik ga nu lekker naar huis toe en dan ga ik lekker gymmen. Hé, hey, maar mijn wielen gaan steeds hoger trouwens. Ik had het zo, dus een shoot. Nou, dat is niet heel hoog. Dat is ook niet heel hoog. Dat is wel hoger. Dat is ook al hoger. Dat is ook al hoger, jongens. Het gaat echt beter. Ik ga echt beter. Oh, dit is zo leuk. Te kunnen, het is echt lastig. En ik moet best wat angst erover, ja, stappen voor zetten. Want ik heb natuurlijk een ongeluk gehad met mijn brommer. Ik heb mijn knie een keer verbreid in de voetbal. En ik heb gewoon niet de steekste benen meer. Dus mijn angst om te vallen en dat ik daarmee iets verslecht in mijn been is aanzienlijk groter. Dus dat jullie wel weten dat, ja, dat het dus een beetje speelt in mijn hoofd. Ik ga even lekker mijn kleding pakken en dan gaan we gelijk weg. Joe.